ben Josje Meiland en ik sta hier in Zevenbergen met achter mij een van de 5 kassen van aubergine-teler Purple Pride. Naast dat zij innovatieve ondernemers zijn, zijn zij ook de stuwende kracht achter Auberginatio. Wat dat inhoudt, gaan we binnen bekijken. Ik zie hier heel veel aubergines. Dat klopt. Aubergines is onze passie. Die kweken we hier al een heel aantal jaren in Nederland. Onder het merk Purple Pride. Onze klanten die zijn van Rusland tot Amerika. Aubergine is wereldwijd een veelgegeten groente. In Noordwest-Europa is het nog niet zo bekend. En daar zijn we met Purple Pride hard aan het werk om die bekendheid te vergroten. En om hier ook de mensen aan de aubergine te krijgen. Dit ziet er spannend uit. Wat is het? Het is allemaal aubergine. Aubergine is eigenlijk heel goed te grillen bijvoorbeeld. Hier zie je eigenlijk de basis. Gegrilde aubergine met olijfolie. Op het moment dat die gegrild is, kan je er dus door variëren. Dat een kok in een restaurant weet hoe je een aubergine bereidt, dat begrijp ik. Maar hoe kan ik dat in mijn keuken? We hebben hier een concept werelds koken. Gebaseerd op verschillende landen. Landen waar eigenlijk aubergine van nature veel gegeten wordt. Het voordeel hiervan is dat het heel snel klaar is. In 15 minuten heb je iets even op tafel staan. Je hoeft niet meer na te denken hoe moet ik het maken, want het gerecht staat heel duidelijk op de achterzijde. En het is uiteraard heel erg lekker. Wat we bijvoorbeeld ook samen met een klant ontwikkeld hebben, is een QR-code. Op het moment dat je die scant, kom je op een website terecht. Heel snel, direct, eigenlijk een digitale recept volgen wat je met een aubergine kan doen. Ik zie nu wat we er allemaal mee kunnen, maar hoe tel je een aubergine? Nou, kom mee, dan laat ik je dat zien. Dit is een mooi uitzicht. Ja. Dit is het uitzicht dat onze medewerkers elke dag hebben als ze in het gewas aan het werk zijn. We praten over de totale oppervlakte van 75 voetbalvelden ongeveer, waar we aubergine stelen. Wij planten één keer in het jaar planten we een klein plantje van ongeveer 30 centimeter groot. En elke week groeit er 10 centimeter bij die plant. Die knopjes die je ziet, dat worden bloemetjes. Dus de paarse kleur van de vrucht die zie je eigenlijk ook in de bloem terug. En aan het eind van het jaar dan gaan die planten eruit. En dan maken we heel de kas weer schoon voor de volgende teelt. En wat is je grootste uitdaging met het telen van aubergines? Ja, voor onze grote uitdaging is de gewasbescherming. Dat willen we zoveel mogelijk op een natuurlijke manier doen. Schadelijke insecten die binnenvliegen, die bestrijden we met nuttige insecten. Dat kan zijn sluipwespen, dat kunnen zijn roofmijten. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om verschillende plagen te bestrijden. En dat doen we op een zo natuurlijk mogelijke manier. Wat is dat? Dat is een bij. We hebben bijen in de kas voor de bestuiving van de bloemen. Als een bloem niet bestoven wordt, zal het nooit een vrucht worden. En zonder bijen hebben wij geen aubergines. Dus voor ons zijn dat hele belangrijke medewerkers. Dat zijn de kleinste medewerkers die wij hier in de kas rond hebben vliegen. Dus het is hier echt nog de bloemetjes en de bijtjes? Het is hier echt de bloemetjes en de bijtjes, ja. We hebben hier een geavanceerde sorteerlijn staan. En op deze lijn worden de vruchten op gewicht gesorteerd en op de juiste kwaliteit. En hoeveel aubergines verpak je dan hier per dag? Ongeveer 180.000 stuks. En dat doen we met ongeveer 75 tot 80 mensen vandaag. Hier komen de aubergines uit de kas. Hier worden ze ontstapeld, zodat de vruchten één voor één, de kisten één voor één naar de loods kunnen gaan. De medewerkers die doen hier een kwaliteitscheck. En ze leggen de goede aubergines, die leggen ze op de sorteerlijn. Aan die kant worden ze ingepakt. De volle dozen gaan onder de machine door naar die kant. En aan deze kant worden ze gebufferd en op een pallet gestapeld. En dan kunnen ze naar de klant toe. Ik heb het hele proces gezien. Hoe ga je meer aubergines de keuken in krijgen? Ja, dat is een goede vraag. We willen ook meer aubergines in de keuken krijgen. De vergelijking met het Middellandse Zeegebied, waar ongeveer 10 kilo per hoofd van de bevolking wordt gegeten per jaar. En wij in Noordwest-Europa maar 1 aubergine per gezin. En dat is eigenlijk heel vreemd, want een aubergine is verrassend veelzijdig in zijn toepassingen. Maar hij is ook ontiegelijk gezond. Het feit dat er heel veel vezels in zitten, veel ijzer, foliumzuur, rijk aan foliumzuur. Maar daarentegen heel weinig calorieën is eigenlijk een ideale groente in heel veel gerechten. En zeker in diëten in deze tijd van obesitas bijvoorbeeld. Hoe gaan jullie dat doen? Dat doen we al. Purple Pride onderscheidt zich op het ogenblik al op het gebied van productontwikkeling, innovatie. Maar ook je hebt gezien de QR-codes waar we mee werken, het aanbieden van dat het makkelijk wordt voor de consument. En wij willen dat samen met onze ketenpartners graag oppakken. En dat hebben we samengevat in de term Aubergination.